Welkom lieve kijkers, fijn dat jullie er weer bij zijn. Allereerst wil ik jullie bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal. Maar ook voor de vele nieuwe abonnees. De mensen die vele liefdevolle berichten achterlaten. Donaties doen, maar ook... Goh, ik ben helemaal mijn draad kwijt. mensen die abonneren, die doneren. Mensen die van begin af aan al kijken naar dit kanaal. Natuurlijk alle nieuwe mensen wil ik ook van harte welkom heten. Kijk eventjes of het resoneert. Vaak helpt het als je je abonneert, omdat dan namelijk jouw energie in het kanaal zit. Als je op het belletje klikt, hoef je ook niks meer te missen. Ik maak namelijk meerdere readingen op een dag en werk ook op zaterdag en op zondag. Dus dan ben je ook helemaal bij. Als je graag een privé reading wenst, een healing of anderszins een contact met overledenen, dan kan dat. Kijk even op mijn website of neem contact met mij op via de e-mail. Als je hier de titel hebt, dan zie je hier een driehoekje. Als je daarop klikt, dan vind je daar de twee linkjes terug. Ik kreeg voor vandaag door om met de archetypes, zo heet het deck, een reading te doen. Een piramide reading wel te verstaan. Dus we gaan eens even kijken wat daaruit mag komen. Het zit hierin. Ik moet in eerste instantie deze twee kaarten bespreken. Je krijgt de moeder en de fault line. Eens even kijken. Ja, bij moeder voel ik een visueuze cirkel waar je in vast bent gelopen. Dan mag je uitbreken. Het kan goed zijn dat je dat van je moeder hebt geërfd. Die zat waarschijnlijk ook vast in een relatie, net als jij. Dan mag je uit gaan breken. En dat uitbreken zie ik hier terug in die breuklijn. Jij wordt daarbij geholpen. Je gaat binnenkort een torenmoment krijgen. Waardoor je dus uit deze impasse, uit deze cyclus mag gaan uitbreken. Dit is dus zeg maar die visueuze cirkel die ik zag. En je bent een enorme mooie parel en je mag dus uit gaan breken. En dit is dus die breuklijn die ik zag. Dat torenmoment wat binnenkort gaat... komen. Oké, dit zijn ze. We gaan eens kijken. We hebben de koningin. Je wordt als het ware door deze cyclus word je klem gehouden. Je bent verstrikt ergens in. Iemand wil jou niet loslaten. En dat komt omdat jij eigenlijk wil open gaan bloeien. Je wil je eigen leven opbouwen. Je wordt steeds zelfverzekerder. Kijk maar, deze rode chakra, je basischakra, maar ook het sacrale chakra. Daar heb je helemaal geheeld. Dat ziet er heel gezond en mooi uit. Iemand wil jou verstrikken. Iemand wil jou vasthouden. Iemand wil jou niet loslaten. Die doet dat op slinkse wijze. Kan zijn ook met wat manipulatieve spelletjes of... dingen tegen je zeggen, waardoor je het zelfvertrouwen verliest. Maar jij wil uiteindelijk uitbreken. Jij bent aan het openbloeien.
En dat heeft te maken met op een gegeven moment uitbreken uit die cyclus. Dan hebben we hier de ring. Dus het kan goed zijn dat je in een vaste relatie en of huwelijk zit. En de comic. Ja, de ring. Ook weer die visueuze cirkel. Vaste relatie en of huwelijk. Je hebt het gevoel dat je daar ook... dat je daardoor ook loyaal moet zijn. Dat je keer op keer moet strijden om toch dat het beter gaat worden in deze connectie. Maar dat wordt het niet, omdat het maar eenzijdig is. De comic, ja, je houdt jezelf voor de gek. De ander trouwens ook, maar de ander doet dat bewust. Die wil jou, macht over jou houden. Die wil je klein houden. En jij bent soms wat naïef. Trapt in de woorden van de ander. Maar voornamelijk zelfbedrog. Je houdt jezelf voor de gek. Dus... je weet wat je voelt, je weet wat je wilt. Ga hier uit. Dan hebben we hier de baarmoeder. We hebben hier de destroyer, de vernietiger. En we hebben dead end. Nou ja, als dit geen boekdelen spreekt, dan weet ik het niet meer. Het kan goed zijn dat je last hebt van je baarmoeder. Dat je wat menstruele klachten hebt. Het kan vaak zo zijn... dat die sacrale chakra, als daar een blokkade op zit, omdat er bijvoorbeeld geen aantrekkingskracht meer is, omdat je afgewezen voelt, omdat je niet aantrekkelijk voelt, of omdat er gewoon geen geslachtsgemeenschap meer is, omdat ja, jullie op elkaar uitgekeken zijn, dan kan dat wat problemen met de baarmoeder geven. Er is voor de rest niks aan de hand. Dus je hoeft niet bang te zijn dat er iets mis is. Vervroegde overgangsklachten, dat soort zaken. Dat heeft allemaal te maken met ook afgewezen voelen. En gewoon niet meer lekker in deze connectie zitten. Bij de vernietiger heb ik hier wolfsogen. Het kan goed zijn dat je te maken hebt met een leeuw. Maar die slechte intenties heeft. Iemand die uit eigen belang handelt. En jou daardoor wil laten verstrikt houden in die visuele cirkel. Want ook hier zie ik die cirkel weer. Het is iemand die... heel erg manipulatief is, die zijn stekels uitzet op het moment dat jij daar tegenin gaat. Weet ook, ziet ook dat jij empathisch bent, liefdevol, goedaardig en ja, wil jou in de tang houden, wil jou vasthouden. Kan goed zijn ook dat je te maken hebt met een narcist. En uiteindelijk, ja, het is de hoofdstop, het is genoeg geweest, het is een dood einde. Je bent verstrikt geraakt in deze connectie. Je weet niet meer hoe je eruit komt, je hebt heel veel gegeven, de ander heeft heel veel genomen. En wat ik al zei, het komt maar van één kant. Dus je mag stoppen. Zeker als je aan het einde van je Latijn bent, mag je stoppen en anders... komt Spirit die jou komt helpen. En die komt dan met de toren die jou gaat verlossen. Die gaat jou letterlijk en figuurlijk losbreken. Die kleine scheurtjes die zie je al meer en meer ontstaan in deze connectie. Waar je al geruime tijd in zit. En je mag los gaan raken. Dat is gewoon ook heel duidelijk aanwezig in deze kaarten. Dus ja... daar wil ik je toch wel heel veel succes bij wensen. Zeker als je met een narcist te maken hebt. Dat is niet gemakkelijk. Mag ik een advieskaart, Spirit? Voor degene die resoneert met deze reading. Advies is het woud, het bos.
Ja, je zit heel veel in het hoofd, je bent aan het overdenken. Door het boom het bos niet meer zien, dat is natuurlijk strikt zijn in je gedachten. Ga jezelf aarden. En als je jezelf gaat aarden en je gaat mediteren, dan ga je dus jouw uitweg zien uit dit donkere woud. Dan ga je dus door die poort heen en dan ga je dus naar al die mooie kleuren, die toekomst die daar op jou wacht. Dus er is wel degelijk zonneschijn en positiviteit aan de andere kant. Maar ja, dan moet je wel doorzetten. Het kan goed zijn dat je flink ook je schaduwzijde hebt aangekeken. Of aan moet kijken, zodat je uit deze karmische connectie raakt. De oordeel hebben we hier liggen. Dus uiteindelijk gaat het oordeel gaat bepalen in jouw voordeel. Dus wees niet bang. En Spirit, wat ik al zei, die gaat dus voor een torenmoment zorgen als je zelf niet durft of kan. En die zal uiteindelijk jou ook een brug aanbieden. Een brug hoe jij dus uit deze connectie kan komen. Mooi. Dankjewel voor het kijken. Als het resoneert, heel veel sterkte ermee. Als je zegt van ik wil graag wat meer advies, dan kan je contact met me opnemen voor een privé reading. Je hebt hier de titel, een driehoekje. Als je daarop klikt, dan zie je het linkje naar mijn website. En dan kan je altijd contact met me opnemen via het contactformulier of via de e-mail. Dankjewel weer. Heel veel liefde en licht. Namaste.